Deze beschouwing die gaat over economie en politiek en wat mij nog meer te binnen schiet. Ik heb een lijstje gemaakt, ik heb het voorbereid. Er staat als eerste economie. Dan krijg je de 1% en wij. Dan nummer 3, de Bijbel. Nummer 4 is de rechtvaardige mens. En nummer 5 is de waarde van het leven. Maar ik weet niet hoe ik er doorheen ga fietsen hoor. Ik werd met name geprikkeld om deze uitzending nu te doen, omdat ik net een half uurtje geleden Robert De Niro heb gezien. En die gaf een speech voor een zaal, een hele grote zaal, gevuld met hele dure, rijke mensen. En hij liep naar de microfoon. Ik zei, applaus, applaus, Robert De Niro van Taxichauffeur. Maar het is wel een leuke film hoor, Taxi Driver. Met Harvey Keitel ook nog en Jodie Foster. En nog wel wat meer van die hotshots. Anyway, Robert De Niro die gaat voor de microfoon staan. Of achter de microfoon. En die zegt dan, fuck Trump. Ik denk, jeetje. Jeetje, denk ik dan. En toen dacht ik echt, ik, je mag niet zweren van de Bijbel. Maar ik dacht, jeetje. Is dat alles wat je te zeggen hebt? En die zaal, die ging helemaal wild. Er gingen mensen staan. En joelen. Ja, iedereen applaudisseren natuurlijk. En staan. En schreeuwen. En wow, yeah. En ik dacht, jeetje. Kijk, in het begin was het woord. En daar is iedereen het over eens. Zelfs de vrijmetselaars zijn het daarover eens. Nou, iedereen dus niet. Want je hebt van die mensen die zeggen, nee, in het begin had je spul. Gewoon dood spul. En dat werd ineens, dan werd dat levend. Dat heette evolutie. Want doodspul wat niet levend wordt, dat blijft doodspul. En dan heb je doodspul en dat wordt leven. En dat is dan leven. Dit is de evolutie. En volgens mij ben ik mijn billen vergeten. Oh nee, die zitten onder mijn oksels. Ik bedoel, boven mijn knieën. Mijn billen heb ik altijd bij me. Zei ik nou net wat? Of ik ben namelijk... wat zei ik ook alweer? Ja, die mensen heb je ook. Dat weet ik. Zo zielig. Ik werk, als ik werk, ik werk niet 40 uur in de week, maar als ik dan werk, dan maak ik toiletten schoon en zo. Bij de geestelijke gehandicaptenzorg. Of gehandicaptenzorg, ja, gehandicaptenzorg, dus niet per se geestelijk, maar heel veel mensen hebben geestelijk een probleem. En die moeten dagelijks verzorgd worden. Ja, die mensen zijn gelukkig. Want die worden verzorgd. Maar er zijn heel veel mensen die kunnen echt niet denken. Die hebben geen... Ja, ze hebben twee oren en er zit wat tussen. Maar het functioneert niet. Maar goed, in het begin was het woord. Dat was het begin. Met het woord is alles begonnen. Of je nou een christen bent of niet, maakt niet uit. Het is het woord, het is het idee, het is de gedachte die de materie heeft veroorzaakt. Zo is dat. Dus alles begint met het woord. En het woord waar Robert De Niro dan mee begint, dat is het woord fuck.
Nou, dat is enkelvoud. Nee, dus I fuck, you fuck, he fucks. We fuck, they fuck. You, en dat is een tweede persoon meervoud. You fuck. Dit is een regelmatig werkwoord. Wij noemen dat neuken. Dus het eerste wat Robert De Niro zegt, in het begin was het woord, is dat hij zegt neuken. En de mensen denken, ja, neuken. Neuken, yeah, woe. En gaan ze fluiten. En dan zie ik al die fluitende mensen die gaan fluiten omdat iemand het woord neuken zegt. En dan denk ik, jeetje. Oh. En mijn dochter, ik vind het wel leuk om een kind te hebben. Heb je wat om over te zeuren? Die zei dus laatst tegen mij, dat ging het over haar tante. En haar tante is een christen. En haar verjaardag was op Stelten, of die komt eraan. En zij had gevraagd om geld voor een nieuwe tuintafel. Of een tuintafel, kan ook. Gewoon een tuintafel waar je lekker met z'n allen aan kan zitten. Dus dat is mijn schoonzus. En die heeft drie... Even kijken, nee. Vijf kinderen, dacht ik. Ja, vijf. Vijf kinderen. Nou, zij vindt het dan leuk om met al die kinderen lekker in de tuin te kunnen zitten. En dan gaan ze bammetjes eten en dan moet iedereen een zitplaatsje hebben. Dus zij wilde een grote tuintafel. En dan mijn dochter zo van, ja. Mijn dochter is een feministe. Ja, dat, ja, hou het daar maar op, hè. Ja, dat vindt ze dan zelfopofferend van die schoonzus. En zei ze dus ook. En waarom vraagt ze dan iets fucking iets voor zichzelf? Nou, dan kan je wel zeggen van ik zei geen fucking, ik zei fucking. Nou, dat maakt me niet uit. Ik gelijk tegen haar, daar heb ik gelijk wat van gezegd. Ze zei, wat is het nou voor een taalgebruik? Behoor je tot die categorie der mensen die denken dat taxis ook seks kunnen hebben met elkaar? Dan was ze even helemaal stil. Maar wat zegt papa nou weer? Taxis die seks hebben met elkaar? Ik zeg ja. Dan zegt de ene Amerikaan tegen de andere Amerikaan, waar blijft de fucking taxi? Waar blijft de neukende taxi? Oeh. Ik zeg ja, let een beetje op je woorden, Trien. Ja toch, ga kom op. Kijk dat mijn schoonzus een tuintafel vraagt. Want het is lekker praktisch voor het gezin. Ik geef haar groot gelijk. Sieraden, daar maalt ze niet om. Wat moet ze dan? Een abonnement op de Libelle? Nou, alsjeblieft niet. Dat doet ze helemaal niet dan. Neem de eerste beste vrouwenbladenlectuur toestand en er staat op de voorpagina dat het hebben van buitenechtelijke seks, dat het goed is voor je relatie. Nou, dat doet die schoonzus van mij niet aan. Want die is christelijk. Nou, wat moet je dan als iemand nog meer geven? Nou, doe haar maar een tuintafel of geld voor de tuintafel. Zij blij, kan ze lekker met al de kroost. Lekker bammetjes eten in de tuin als het lekker weer is. En daar hoort mijn dochter niet zo laatdunkend over te spreken. Punt. Maar goed, terug naar Donald Trump. Want daar ging het dus over. Robert De Niro, hij zei dus neuken als eerste. En het tweede woord was Trump. En ja, fuck Trump. Dus een neuk of neuken... Ja, neuken en Trump. Daar komt op neer. Neuken, Trump. Ja. Iedereen, ja, yeah! Neuken, Trump. Yo. Fluiten. Allemaal hebben ze een hele dure kleren aan. Van 4, 5, 6.000 dollar. Exclusief de schoenen.
En dan denk ik, jeetje. Kijk, waar heb je het nou over met die pro- of anti-Trump toestand? Waar gaat dat nou over? Weet jij het? Ik niet hoor. Ik heb geen flauw benul waar het over gaat. Echt niet. Trump, dat is een president van Amerika. Die is zorgvuldig geselecteerd. Samen met Hillary Clinton. En het volk mocht een van beiden kiezen. Nou, en toen heeft het volk gekozen voor Trump. Het volk had net zo goed kunnen kiezen voor Hillary Clinton. Dat ging donder uitgemaakt. Kijk, een groot probleem is in Amerika, wat we hier in Europa ook hebben, is dat er allemaal mensen van buiten komen en die stromen er binnen zonder toestemming of niks. Die komen gewoon, hallo, daar ben ik. En als ze dan wat mankeren, dan worden ze in het ziekenhuis geholpen. Ja, dat is ook de reden waarom ze daar makkelijk naar binnen kunnen stromen. Moet je eens gaan proberen in Angola. Moet je naar Angola gaan en moet je daar gele koorts krijgen. En kijk maar wat je overkomt. Waarschijnlijk lig je te kaperen ergens in een goot. Men is daar niet zo zorgzaam voor de medemens. Nee. Maar in wat ooit het White Anglo-Saxon Protestant America was, ja, daar wel. Als jij daar een ernstige lichamelijke toestand hebt, dan mag een ziekenhuis je niet eens weigeren. Bij wet verboden of zoiets. En dan ben je dan een immigrant, nou dan ben je helemaal doodgeknuffeld. Er zijn zelfs mensen die komen helemaal vanuit Afrika. Dan weten ze op een boot te komen naar Zuid-Amerika. En dan vanuit Zuid-Amerika omhoog naar Noord-Amerika. Helemaal vanuit Afrika. En Trump doet er helemaal niks aan. Echt niet. Die komt met dat belachelijke idee van we gaan een muur bouwen. Dat gaat ook weg. Trump weet drommels goed dat het probleem is onmiddellijk opgelost als je de wet gaat handhaven. Er is een wet aangenomen dat mensen die geen geldige papieren hebben, die krijgen toch allemaal een rijbewijs. Want als ze een ongeluk veroorzaken of betrokken zijn bij een ongeluk, dan heb je tenminste papieren. Als driver. Is de argumentatie. Ja, Trump had onmiddellijk in moeten grijpen en zeggen dat is de illegaliteit supporten, dat verbied ik. En als dan het probleem is dat er een verkeersongeluk is en daar is iemand bij betrokken en die heeft geen rijbewijs en die heeft geen geld. Hij heeft geen rijbewijs en wel geldige papieren, is die een overtreding. Bam. Wordt zwaar betalen. Heeft hij geen rijbewijs en ook geen geldige papieren, is hij twee keer in overtreding. Hoppakee. En maak maar een kamp. Ergens een stuk van Arizona of doe maar een stuk in de buurt van de grens. Prikkeldraad eromheen. En iedereen die betrokken is geweest bij een auto-ongeluk zonder dat hij geldige papieren had. Hoppakee, gelijk naar het kamp. Word je überhaupt op straat aangehouden daar? En je hebt geen verblijfsvergunning? Hoppakee, enkele reis, kamp. Trump weet dat. En wat kost dat? Kost helemaal niks. Wel, in zo'n kamp kan je die mensen ook nog laten werken. Ja, natuurlijk kan je ze laten werken. Dan kunnen ze daar werken, net zolang totdat het bekend is waar ze vandaan komen. En dan gaan ze enkele reis terug naar waar ze vandaan komen. Hier heb je je burgers weer terug, zeg je dan tegen die overheid daar.
En een vette rekening neerleggen bij die overheid natuurlijk. Want we krijgen nog wel zoveel van jullie land. Want die vent of familie of whatever heeft ons zoveel schade opgeleverd. En dat zetten we mooi op de lat. Dat zijn jullie criminelen. Het is toch crimineel gedrag? Wat is dat nou? Nee, dan gaat Trump zitten zeuren over een muur. Je moet de wet handhaven. Dat moet je doen. Meer niet. En het gedoe van, ja, maar die mensen van buiten, die zijn zo zielig, die zijn zo zielig. Ja, dat is allemaal best. Maar moet Amerika dat oplossen? Waarom? En waarom op die manier? Ze zijn toch illegaal? Ze zijn in overtreding. Ze overtreden de Amerikaanse wet. En dat mag als je zielig bent? Oh. Ik dacht dat je de wet helemaal niet mocht overtreden. Ook niet als je bloemkooloren had. Of een loopneus. Nee, Trump doet er helemaal niks aan. En de Amerikaanse overheidsuitgaven, die zijn... de staatsschuld is enorm toegenomen onder Trump. Even kijken. Amerikaanse staatsschuld. Staatsschuld. Ja, de... Kijk hoor. De Amerikaanse staatsschuld is $145.000 per Amerikaan die een baan heeft. Kijk aan die jokers. Het is nu, even kijken hoor, dit is een miljoen, miljard, biljoen. Het is 26 biljoen. En in 2014 was dat nog 18 biljoen. Vind ik ook weer zo irritant als mijn website. Er zat dan de staatsschuld in Amerika, lalala, door de jaren heen of zo. Maar dat is te maken met 2014 en met 2014. Ik wilde juist weten hoe het de laatste jaren was gestegen. Zou je een grafiekje van moeten zien. Want in 2012 was het 16 biljoen. 2013 ook zoiets, 17. 2014, 18. Nou, ik heb dus 15, 16, 17, 18. Nu 5 jaar later zitten wij op 26 biljoen. Tja. Het is met name Trump die zoveel heeft uitgegeven. En dat heeft ertoe geleid dat er Amerikanen zijn bijgekomen met een baan. Dat er niet zijn Amerikanen bijgekomen, maar de werkeloosheid is gedaald. Ja, als de overheid met geld gaat smijten, heeft iedereen een baantje. Maar wat heeft dat voor zin als je aan de andere kant als staat enorm aan het lenen bent? Want hoe gaat nou de Amerikaanse arbeider $145.000 betalen? Dat kunnen ze helemaal niet. No way, Jose, man.
Dus gaat dat dan goed met de economie van Amerika? Nou, hoe kom je erbij? Er is al jarenlang sprake van een handelsbalanstekort tussen Europa en Amerika. In die zin dat Amerika meer goederen krijgt van Europa, meer goederen afneemt, dan dat ze aan Europa leveren. Zo heel lang zo. En dan zit hun overheid zwaar in de schulden. Ja. Waar moet het aflopen? Hoe gaat dat eindigen? Ik denk dat het gaat eindigen met dat mensen die denken dat ze heel veel geld hebben. Want er komt dan dus van, is het 300, 400 miljoen Amerikanen met een baan? Nee, het zijn er niet, denk ik, zoveel dingen. 200 miljoen of zo. Ja, van die mensen heeft de wereld 26 biljoen, 26.000 miljard dollar te goed. Dat is ongeveer een euro. 26, zeg maar 20.000 miljard euro. Heeft de wereld te goed van Amerika. Ergens op papier staat dat. Met andere woorden, op deze wereld zijn er mensen en die denken dat ze, die mensen bij elkaar, die denken dat ze nog 26.000 miljard euro of 20.000 miljard euro gaan krijgen met z'n allen. Maar die krijgen helemaal niks. Ja, die mensen zijn er. Het is droevig, maar zo zit het in elkaar. Het is een scam. Een overheid mag helemaal geen schuld hebben. Dat is onzin. Kijk, als jij een gezin hebt, denk even aan een klassiek gezin. En de man die verdient geld met te werken. En de vrouw die mag dat geld uitgeven voor de huishouding. Nou, die vrouw die mag niet gaan lenen om het eten op tafel te zetten. Of leuke dingen te gaan doen. Nou, op het moment dat jouw vrouw of degene die verantwoordelijk is voor de huishouding, dat die buiten het inkomen van de kostwinner om geld gaat lenen, dat is niet de bedoeling. Ja, het lenen van het geld, dat zou de man mogen doen. De kostwinner, die zou geld mogen lenen. En die kan een mooie baan krijgen in het westen van het land, maar die heeft een auto nodig. Nou, dan kan hij geld lenen om die auto te kopen, zodat hij nou die mooie baan kan rijden. Zoiets. De kostwinner kan erover nadenken. Maar niet degene die verantwoordelijk is voor de huishouding. Of dat nou een man of een vrouw is, dat doet er niet zoveel toe. Maar degene die verantwoordelijk is voor de huishouding, wat de overheid is voor ons als het gaat om de economie, het gaat om de huishouding van Nederland bijvoorbeeld, of de huishouding van Amerika. Maar die partij hoort niet te lenen. En dan heb je nog het punt van de infrastructurele projecten. Dat een overheid, dat zou je dan willen, dat die wegen aanlegt en zo. Hm.
Maar dat kan een overheid doen door geld bij te drukken. Dus dan creëer je inflatie daarmee. Want je drukt geld bij, extra geld, om die brug te bouwen. Of die snelweg aan te leggen. En dan krijg je een waardevermindering van het geld. Maar dat is dan terecht. Want er is een weg bijgekomen en een brug. En dan kunnen mensen makkelijker naar hun werk scheuren. En is het dus niet erg dat ze meer geld nodig hebben om hetzelfde brood te kopen, want ze kunnen makkelijker aan het geld komen. Maar dan moet de overheid wel verstandig investeren en niet een brug bouwen die je niet nodig hebt. Iets waar de overheid behoorlijk om bekend staat. Vooral in ontwikkelingslanden. Daar zijn projecten gestart met onder andere westers ontwikkelingsgeld. Ook eigen geld natuurlijk van die mensen. Maar ook met westers ontwikkelingsgeld. En die projecten had je helemaal niks aan. Die landen zijn er alleen maar mee diep in de schulden gekomen. En ja, de economische activiteit die op zou laaien, dat heeft nooit plaatsgevonden. Maar dit is gebeurd. Dit zuig ik niet uit mijn duim. Dit is de waarheid. En dan kijk je nu naar Amerika en dan zie je dus die $145.000 per arbeider. Mensen die kunnen dit nooit terugbetalen. En de mensen die denken dat ze die 145.000 per arbeider nog gaan krijgen, ja, die komen van een koude kermis thuis. En wie lachen zich een kriek? Ja, dat zijn degenen die dit uitgedacht hebben. En die hun eigen bezittingen veilig hebben gesteld voordat ze dit casino-verhaal, dit goksysteem, opgetuigd hebben. En dat is de 1%. Dat zijn de En die 1%, by the way. Die vindt dat de 99%, dat te veel is. Dus ze willen niet dat 1% de baas is van de wereld. Nee, ze willen dat 10% de baas is van de wereld. En dat willen ze dan niet door die wereld te gaan delen met 10 keer zoveel mensen. Nee, dat willen ze door die 99% te verminderen. En vandaar die mythe van de overbevolking. Zijn dan, zeggen ze, te veel mensen op deze aarde. Ze moeten er minder worden. Maar daar zit die gedachte achter. Naar mijn mening. Jij mag er anders over denken, maar ik denk dat het zo zit. En die 1%, ja, die zit goed in het zadel. Dus Hillary Clinton en Donald Trump, die zijn door hun geselecteerd. En die doen dan mee aan het theater. Mensen die een anti-Trump zijn en die zeggen dan fuck Trump. Nou, slaat helemaal nergens op. De kleutertaal is dat. En Robert De Niro had moeten zeggen, Donald Trump moet tegen de politieagenten zeggen, iedereen die aangehouden wordt op straat. Want in Amerika geldt dat toch ook, hier in Nederland ook. Hier in Nederland ben je verplicht als burger om een ID-bewijs bij je te hebben.
En als er iets maar aan de hand is, dan weet ik van wat. Dan wordt gezegd, nou mag ik even je ID-bewijs zien. En heb je het niet, ja, overtreding, hoppakee. Gelijk in politiebusje, boeien eromheen. Afvoeren. En mensen dat gaan beseffen. En dan ga ook maar posters ophangen in Namibië. Van, als je gepakt wordt in Amerika zonder papieren, dan kom je hier terecht. Met een mooie foto erbij. Wat een concentratiekamp. En dat er dan verteld wordt van in zo'n kamp, dan mag je pas uit als je je thuistocht hebt verdiend. Dus dan kan je rustiger ervan uitgaan dat je 10 jaar lang arbeid mag verrichten in het concentratiekamp, voordat je voldoende gespaard hebt om de enkele reis naar Namibië terug te krijgen. Dat je weet waar je aan begint. Dus voordat je naar Amerika gaat, eerst geldige papieren. Nou, dat mag je van Trump verwachten, maar dat doet hij niet. Dat doen ze hier in Nederland ook niet. Er roept dan iemand van de FVD of zo van, nou, maar de Syriërs die kunnen weer terug. Ja, wat nou, de Syriërs kunnen terug? Er zitten hier ook mensen uit Soedan en Namibië en Kenia. Dat gaat toch weg? Mensen uit Turkije. Uit Marokko. Uit Roemenië. Hier in Arnhem is 30% is buitenlander. Is dat positief voor Nederland? Nee, helemaal niet. Kom je erbij? Is dat goed voor onze economie? Nee, hoe kom je erbij? En wat is economie? Economie is niets meer dan de kwaliteit van de waren die jij als kostwinner kan vergaren met een x-hoeveelheid arbeid. Hey, op het moment dat, en dan neem mijn nicht, Sanne. Mijn volle nicht. Die woont met haar vriend of haar man. Ze hebben 2 kinderen. Wonen ze in een 2-kamer appartement in Amsterdam. In een buurt met oude huizen. Hun huis is ook oud. Van die typische Amsterdamse woningen. Een portiek gebeuren. Dus beneden heb je een deur, of geen lift. En dan trap naar boven. Bam, 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 bam. En overal dan van die kleine woningjes. 2 kamers, dat is niet veel. Hè? Dan hebben ze een ruime keuken, dat wel. Dan kan je met z'n allen, ja, dan kan je wel ruim zitten. Ja, in die keuken staan ook de wasmachine en de wasdroger. Een klein balkonnetje waar je een krukje op kan zetten, meer niet. Is ook niet erg, want het balkonnetje zit toch in de schaduw overdag. Dus. En zij heeft ook een baan. En dat moet wel. En haar moeder, mijn tante, die vertelde dus dat het afgelopen jaar is het ze gelukt om op vakantie te gaan. Maar dat is dan wel de eindjes bij elkaar knopen. Die kunnen niet even hartstikke ideeën lekker op vakantie. Terwijl ze met z'n tweeën werken. Maar die betalen een huur, joh. Ja, het leven is duur geworden.
En dan, dat zou dus de economische graadmeter moeten zijn van hoe gaat het met mensen zoals de nicht van Perry? Hoe hard moeten die werken? En wat krijgen ze daarvoor terug? Wel, ik heb hier een, eigenlijk dan ook een twee-kamer appartement. Ik denk dat het ruimer is dan dat van haar. Van haar en hem, denk ik. Ja, en ik betaal maar €370 in de maand aan huur. Nou, en dat voor een appartement in het centrum van Arnhem, dat is niet duur. Dat kan ik je wel vertellen. Dat is een kwestie van mazzel. Dit is niet gewoon hoor, hier in Arnhem. Door mijn ex, de moeder van mijn kind. Ja, die moet inmiddels iets van €600 in de maand betalen. Neem ik aan. En dan heeft zij, heeft ze ook een tuin en een schuurtje. Dat is allemaal wel chic. Maar ook niet groot. Dus een ruime woonkamer en twee inie-mini slaapkamertjes. That's it. Kijk, die economie, dat zou dus het economiecijfer moeten zijn. Wat hebben mensen nou aan vierkante meters om in te leven? Hebben ze genoeg geld voor de vrije tijdsbesteding? En wat is de kwaliteit van het leven? Gaat het goed met mensen? En hoe hard moeten ze daarvoor werken om het goed te laten gaan? Dat zou belangrijk zijn voor de economie. Wat mij betreft dan, hè? Mijn thee is op. Dus ik ga me lekker afronden. Maar anders dan pik ik dat een andere keer nog wel op. In een tweede uitzending over de economie. Want er is iets helemaal niet goed, niet. Wat wij zien is hier in Arnhem bijvoorbeeld, dat de middenstand totaal verdwenen is. Dat is echt heel erg, vind ik dat. En er was vroeger hier een hele mooie grote groentewinkel. En die is weg. En dat aanbod, ja, dat is niet. Nou, dat aanbod is gewoon weg. Als je nu in Arnhem schorseneren wil eten, of snijbietjes, of noem eens wat anders. Een bijzondere appel. Nou, zie het maar te kopen. Op de supermarkt hier bij mij op het Kerkplein. Daar kon ik vroeger verse basilicum kopen, verse peterselie en verse bieslook. In die van die potjes. Hè? Ik had van mijn moeder van die plantenbakken gekregen. En die heb ik aan mijn balkonding gehangen. En daar zet ik dan zoiets in. Dus dan kocht ik basilicum en een deel gebruikte ik voor wat lekkers. En dan de rest van die plant, dat ging in de grond. Nou, die supermarkt, die verkoopt dat niet meer. Allemaal verpakte, kant-en-klare toestanden. En dan heb ik een Albert Heijn gekregen, hier een paar honderd meter verderop.
En die hebben dan nog wel iets van een groenteafdeling? Nou, dat is dan fijn. En dan kijk ik naar de markt. Mijn ouders, die groenteafdeling van de Albert Heijn, dat is dan fijn, ja, en klein. Dat is echt niet veel. En dan heb je nog de markt. Maar dat is niet meer wat het geweest was. Ik was daar gisteren. Ik kom er eigenlijk elke week. Maar volgens mij waren er gisteren waren er weer 1 of 2 marktkramen niet komen opdagen. Ik denk, nou, mooi is dat. Waar moet het naartoe? Je gaat mij niet vertellen dat iedereen het eten koopt via internet. Er is sprake van een verschraling. Dat is wat ik denk te zien. Ja, en als je het dan hebt over economie, wat mij betreft de allerbelangrijkste parameter is, dat is het percentage van het bruto nationale product wat binnenstroomt bij de overheid. En daar hoor je nooit iemand over. Maar daar zou je het over moeten hebben. Nou, laat er even op je inzinken. Kijk, wij hebben gekozen voor steeds meer overheidstaken. Want dit moet de overheid maar gaan doen. En dat moet de overheid ook maar gaan doen. Ja, dus allerlei dingen die wij makkelijk zelf konden doen. Die hebben wij overgedragen, afgestaan aan de overheid. Waarom? Onderwijs bijvoorbeeld. Dat konden wij toch prima zelf? Waarom is dat onderdeel geworden van de overheid? En de bestaande taken van de overheid, die worden alsmaar uitgebreid. Met nog meer controle en nog meer toezicht en nog meer dit en nog meer dat. Het is nu ook dat het rookverbod is weer aangescherpt. En nu moeten overal de rookruimtes worden opgeheven. Ik denk, wat willen ze nou? Dit is een angstaanjagende ontwikkeling. Ik weet nog in het begin van de 21e eeuw dat er dan gezegd werd dat je op het werk niet meer mocht roken. En ik had toen een bedrijf gesticht. En er werkte een mannetje of 10. En daarvan was de helft, zeker de helft, waren zware rokers. Nou en? Wat maakt het hem uit? Daar hoorde je niemand over. En ik had een vennoot. En die heeft ooit gerookt, maar die was er dan mee opgehouden. En in zijn kantoortje, er stond geen asbak. Ik rookte ook niet in zijn kantoortje. En hij had een raam en kon die openzetten. En doe je dat toch lekker? Maak het naar uit.
En in mijn kantoor werd gerookt. Ja. En ze waren er nog wel meer mensen die rookten allemaal. Ja, ga je dan lekker roken? En dan hadden we een vergadering. Ja, en dan gebeurde het dat we een vergadering hadden met klanten. En dat er gevraagd werd van, nou, vinden jullie het erg om niet te roken? En dan zeiden wij nee. En dan rookten we niet tijdens de vergadering. En dan was de vergadering voorbij. Dan waren die klanten de deur uit. En dan kwam de asbak weer op tafel. En dan gingen we even na-evalueren. Met een checkje erbij. En waarom niet? Inmiddels ben ik gestopt met roken. En ik vind dat mensen moeten mogen roken. Ik heb het zelf ook jarenlang gedaan. Het is helemaal niet leuk om mensen dat te verbieden. En dat doet onze overheid wel. En dat is niet wat je wil. En dat is aan de ene kant is dat de schuld van onze overheid. En aan de andere kant is dat de schuld van onszelf. Want onder ons zitten mensen die vinden dat eigenlijk wel best. He, die roken dan zelf niet en die denken, ja, nou dan wordt het lekker verboden. Nou, want de mensen die wel roken, nou dat is gewoon helemaal niet gezond hoor. Ik vind het maar goed dat de overheid zegt dat niet mag. Het is communisme, snap je? Het is niet de taak van de overheid om de gemiddelde levensduur van de burger te verlengen. Het is de taak van de overheid om hun taak zo efficiënt mogelijk te verrichten. En hun taak is met name rechtspraak. En wat daarbij hoort. En wij bepalen wat wel en niet mag. En de overheid zorgt ervoor dat men zich aan die regels die wij opgesteld hebben, houdt. Meer hoeft een overheid niet te doen. Punt. En dat komt met name van de zwakkeren in de samenleving, die niet per definitie het meest heldere aanwezigheidsgevoel hebben. Maar met name de zwakkeren, die willen dan dat de overheid maar voor van alles gaat zorgen. En die zwakkeren, die snappen niet dat ze in die hunkering naar zo'n sterke overheid die overal maar voor zorgt, dat ze daarmee de zorg die er was en vanuit het volk zelf kwam, dat ze die zorg de nek omdraaien. Punt 1. Zodat alleen die overheidsgereguleerde zorg overblijft. En punt 2. Dat die zorg die geleverd wordt door de overheid rustig 10 keer zo duur is dan die zorg die destijds geleverd werd door het volk zelf. En dat je daardoor steeds meer behoefte krijgt aan nog meer zorg van die overheid. En dan gaat het nog meer geld kosten. Ja. En dan kunnen de zwakkeren zeggen van ja, het maakt mij niet uit, want het is mijn geld niet. Ja, maar dat is een beetje kortzichtig geredeneerd. Van die groep. Ja, denk er maar eens over na, over economie. Met wat jij er eigenlijk van wil en wat je daarvan verlangt. En dan ga ik eens even naar de keuken. Mijn waterkoker aanzetten.
en een pakje thee maken. En ik moet nog eens gaan uitrekenen wat nou het goedkoopste is. Water koken in de waterkoker of water koken met een fluitketel? Want ja, het gaat er toch om dat je het goedkoopste doet. Dat wat je doet, moet je zo goedkoop mogelijk doen. En volgens mij is gas goedkoper. Maar je weet het niet. Ik pak mijn rekenmachine erbij. Want ik heb tegenwoordig alles in de peiling. Want ik heb hier een smart meter. Zo'n slimme meter. Dus ik kan het precies zien, zelfs van uur tot uur, wat ik hier in mijn woning verbruik aan gas en elektra. Dat is best leuk. Ik denk dat gas het goedkoopste is. Maar daar kom ik nog op terug. Bij economie nummer 2. En tot die tijd zeg ik op zijn hamburgers tegen jullie. Tjus. En dag, homo economicus.